Het is een mooie pot. Maar als trainer wil je, dat hebben we net ook al even besproken, als trainer wil je nou een keer het maximale. En ik denk dat er vanavond nog wel iets meer in had gezeten misschien. Nou, je zegt het zelf al, zwakjes begonnen, laat ik het maar mild uitdrukken dan inderdaad. Niet helemaal scherp, hoe komt dat? Want ik bedoel, Zaanstra is koploper, jullie zitten in de achtervolging. Vooral na het verlies van vorige week. Dan moet je toch vanaf minuut 1 er helemaal staan? Had ik ook verwacht. Ik heb in mijn basisopstelling wat gewijzigd, omdat een paar jongens die hadden niet getraind van de week. En we zitten wel zo dicht bij elkaar dat ook die andere jongens het hadden kunnen oplossen. Waar het niet dat Jan Bakker, een van mijn belangrijkste spelers in de eerste set, domweg niet goed was. En dan verlegt het spel zich naar andere spelers. En die krijgen dan veel druk. En dat hebben we net niet kunnen oplossen. Daarom heb ik aardig snel gewisseld. En toen zag ik dat we onder de druk vandaan kwamen en de druk aan de andere kant van net gingen leggen. Ja, wat is dan het breekpunt? Ik bedoel, op een gegeven moment zie ik het spel van Dio ineens veranderen. Alsof er een toverslag werd uitgevoerd vanaf de zijkant. Toen was die agressie er wel, toen was die felheid er wel. En toen leek het eigenlijk, laat ik het voorzichtig uitdrukken, vrij gemakkelijk te gaan. En dat ging natuurlijk de laatste drie sets ook tamelijk relatief eenvoudig. We hebben in de eerste set, dat is ook een heel belangrijk item van ons team. We kunnen heel goed blokkeren. Maar we hebben in de eerste set 0 ballen geblokt. En dat geeft de tegenstander een hele lichte en een makkelijk. Dan kunnen ze heel licht spelen. Want dan hoeven ze de bal alleen maar naar een aanvaller te spelen. En hij scoort wel. Hij ging door de blokkering heen, over de blokkering, langs de blokkering. Het zag er niet goed uit in de eerste set. Toen heb ik in de tweede set ben ik die posities doorgedraaid. Dat je andere tegenstanders krijgt. En vanaf dat moment hadden we gewoon grip op hun aanval. En dat maakt dat we dat setje relatief eenvoudig naar huis spelen. Nou, dan zou je kunnen denken, als tegenstander zijnde, kun je daarop inspelen uiteraard. Ja. Ja. Dat deden ze niet. Nee, maar ik kan niet in het hoofd van de coach van de tegenpartij kijken. Zolang wij dit laten zien, dan moeten zij zich aanpassen. En wij dus even niet. Ja, komen we toch nog even weer terug op die 3 in nederlaag van vorige week. Dan denk ik bij mezelf van, verdikke me. Als je die nou ook gewonnen had, dan had je toch hele belangrijke zaken gedaan vandaag. Ja, dan hadden we hele goede zaken kunnen doen. Het was een lange wedstrijd. Ik ga niet achter excuses. Ik dacht dat er een beetje onderschatting in het team zat. En er was niet de maximale scherpte die verwacht werd. En we zaten eigenlijk halverwege de eerste set al zo diep in het moeras dat het team wat uit elkaar viel. De kracht van ons team is de cohesie. En daar in Haarlem vielen we een beetje uit elkaar. En ja, dan houdt het. En dan durven zij er wel 5% bij op te zetten. En dan spelen ze tegen een goede tegenpartij in één keer. Ja. Dan hebben jullie een heel leuke viertal erbovenin. Zaanstra, Gemini, Dio en Olhaco. Zeg je nou van, we zitten er helemaal bij. Wij kunnen ook gewoon promoveren? Nou ja, gewoon. Ik bedoel, dat moet nog wel even gebeuren. Maar de mogelijkheden? We hebben nog 3 hele moeilijke uitwedstrijden te gaan. Tegen deze 3. Gemini, Zaanstad en Olhaco. Die hebben we alle 3 hier thuis al gehad. We hebben alle 3 de wedstrijden relatief eenvoudig gewonnen. Maar een uitwedstrijd winnen is in onze divisie een klus op zichzelf. Dan moet je eigenlijk nog beter zijn. Want je hebt niet alleen de bekendheid van de zaal heb je hier mee. We hebben het publiek mee. Dat speelt wel makkelijk. Ja, kun je je afvragen van waar eindigt het verhaal Huisman bij Dio? Want het is een komende gaan van de coach, hè? Die vraag zul je nog een keer moeten stellen, die begrijp ik niet. Ik wou maar zeggen, hij gaat, hij komt. Nee. Hij is er nu weer voor een paar jaar. Zoals het, een trainer heeft een houdbaarheidsdatum. Ja. Het is heel kwetsbaar als je terugkomt als trainer bij een club. Dat maakt het heel moeilijk, moet ik zeggen. Ja, moeilijk, wat is moeilijk? Maar ik heb het nu heel erg naar mijn zin. De club heeft het volgens mij ook met mij naar mijn zin. Dus ik denk dat ik er volgend jaar nog wel ben. Nou, je zei al even heel voorzichtig van, Dio, dat is mijn club hier. Maar voor een Assenaar, met zijn Zuidoza misschien wel, achtergrondje nog. Nee, ik speel zelf in het Heerenvijf van Zuidoza. Maar ik heb wat met clubs uit een klein dorp. Ik had het bij Slagharen ook heel goed naar mijn zin. Ook een club uit een relatief klein dorp. Waar iedereen elkaar kent.
waar iedereen begaan is met de club. Heren 5 is ook begaan met heren 1. Wij zijn ook begaan met heren 5 en met dames 7 en met noem het maar op. En dat maakt zo'n club toch wel heel fijn om te zijn. Nou, een slotvraag dan. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Stel dat Dio wel promoveert, is Nico Huisman daaraan bij? Oh, ik dacht dat ik net had gezegd dat ik nog wel een jaartje zal zijn. Dus dan komen we elkaar een klasse hoger tegen volgend jaar. Als wij het logistiek en financieel rond kunnen krijgen. Want de topdivisie is een dure divisie. De inschrijfgelden, reistijden. Onze dichtstbijzijnde uitwedstrijd zal Apeldoorn worden. En alleen maar verder. Daar zitten consequenties aan. We kunnen het hier regelen. Dit kan het zijn. We moeten per wedstrijd 6 ballenmeisjes hebben. We moeten een microfonist hebben. Er zijn nogal wat randvoorwaarden waar je aan moet voldoen om in de topdivisie te kunnen spelen. Maar leuk zal het wel zijn, hè? Mooi zal het worden. En ik zal niet... Nee, ik ga dat ook niet zeggen. We blijven dan maar hopen, zou ik maar zeggen. Ja, ik hoop dat we elkaar dan wel een paar keer nog tegenkomen. Oké, klaar. Nou, we schrikken eigenlijk van het feit dat we zo makkelijk winnen de eerste set. En hun basis stond er niet in, dat scheelt een stuk. Waardoor op het moment dat ze dat weer terugzetten, komt erbij... Niet eens zozeer bij hun diagonaal als wel bij de paarse lopers een bepaalde rust. Waardoor zij meer aandacht konden besteden aan blokkering en verdediging. Nou, en daar verliezen we het eigenlijk op en dat is eigenlijk zonde. Want wij zijn in staat om daar tegenaan te knokken. Alleen ja, dan zijn we ineens toch een jonge ploeg. En dat is mooi, want dan kunnen we nog een hoop leren. Maar, daar hopen we het een beetje op en dat kunnen we zeker, maar dan is een goede leerschool dit. Terug naar de wedstrijd. Eerste set win je vrij eenvoudig. Toen dacht je van, nou, dit wordt een leuke avond voor Zaanstad en het draait ineens om als een blad aan een boom. Want ik vond eigenlijk dat die andere sets, en dat heb ik ook tegen de collega gezegd, dat vond ik eigenlijk vrij eenvoudig verloren gaan. Dat geeft een vertekend beeld, want dat heeft... te maken met de beginstand. Die is 0-0, maar dan we komen alle drie de sets direct op een gaatje van 4-5 punten. En dat halen we iedere keer dicht, maar niet eroverheen. Dus op het moment dat we het weer dicht halen, vergeten we om door te drukken. En krijgen we nog weer een klein gaatje en is het weg. En dan lijkt het simpel, maar spelen we eigenlijk fantastisch als je alleen de eerste 7 punten van de wedstrijd niet meetelt, van de set niet meetelt. Spelen we hartstikke goed en gelijkwaardig, alleen we vergeten om dat laatste stukje, als we erbij zijn, om door te drukken. Ja. En dat is eigenlijk zonde. En daar merk je dat we daar echt in moeten groeien. En, ja, daar kunnen we echt wat in leren. Over groei gesproken, ik bedoel, jullie zijn koploper. Laten we even afwachten wat de rest allemaal gedaan heeft vandaag. Jullie zijn koploper. Hoe groot is die druk om te promoveren, om kampioen te worden? Nou, die is niet zo heel groot. Want? Die is heel erg voor onszelf. Hoeven jullie niet te promoveren dan? Wij moeten niet promoveren. Dat is een beetje het verschil. Weet je, voor ons, we zouden het gaaf vinden om te promoveren. Omdat ik vind dat wij daar als team bijna aan toe zijn. Misschien maar 1 of 2 teams die het ons... Ik denk dat Gemini ook echt wel nog mee gaat doen nog voor de bovenste plek. Dan zijn wij daar echt aan toe om te promoveren. Alleen, er zit geen... noodzaak in of zo. Het is niet van het hele team loopt weg of zo als we het niet halen. En dat is een beetje, dat noem ik met moet het voor de club? Nee, voor de club moet het niet. We hebben een team wat Eredivisie speelt. En of je nou topdivisie of Eredivisie of topdivisie of Eerste Divisie speelt, dat maakt niet zo heel veel uit. En dus we willen heel graag. Maar dat moet je er gewoon niet, wou je zeggen. Het is niet per se noodzakelijk om op te promoveren. En lukt het niet, is het seizoen niet meteen verloren? Nee, zeker niet. Nee, we hebben
We hebben een aardige doelstelling om neer te zetten, want kampioen worden als doelstelling geeft namelijk extra druk. Die leggen we onszelf wel op. Maar we hebben gezegd van we gaan proberen alle thuiswedstrijden te winnen. Nou, dat is al niet gelukt. Vorig jaar wel, maar dit jaar verloren van Ohaco. Maar we willen eigenlijk de rest van de thuiswedstrijden winnen. En 2/3 van de uitwedstrijden. Nou, dat kan nog steeds. En dan doe je gewoon mee. Dus dat is een beetje wat we gezegd hebben van nou, dat in ieder geval proberen. Ja, goed, ik vind... Het is even afwachten. Het is voor elke ploeg moeilijk, denk ik, ja, boven hem. Nou ja, dat maakt het vooral. Weet je, Dio heeft echt voordeel gehad bij het feit dat in de stand gewoon ze pas de laatste 2-3 weken op gingen vallen. En nou ja, dat is lekker. En wij staan eigenlijk al vanaf het begin hartstikke goed te spelen. En staan we dus de hele tijd bovenin. Nou ja, dat is wel, dan komen tegenstanders anders naar je toe. Die komen met gewapende tanden. En dat is voor een jonge ploeg is dat gewoon. Iedereen complimenteert ons over het feit dat we zo'n jonge ploeg hebben. Nou, dat is ook hartstikke gaaf. Alleen daarbij komt wel dat je af en toe je rug moet rechten en gewoon domweg moet strijden. Nou ja, dat lukt ons. Nou, ik durf wel te zeggen in 8 van de 10 keer. Als je toch even stiekem dan naar tegenstander Dio kijkt, wat vind je van die ploeg? De Dio is heel stabiel. En vooral hun diagonaal is eigenlijk heel belangrijk voor ze. Want je zag bij het begin van de eerste set stond hij er niet in. En dan komt er heel veel druk op de paarse loper te staan. De linkshandige paarse loper. En dat redt hij niet. En op het moment dat die nummer 10 erin komt als diagonaal, dan geeft dat voor die nummer 4 eigenlijk meer rust. Waardoor die ineens irritant wordt. Want dat diagonaal een hoop punten maakt, ja, maar boeien. Ja, dat is vervelend, maar ja, als er maar 1 is, is prima. Maar op het moment dat dus daardoor de blokkering het wat meer rust krijgt, de nummer 4 wat makkelijker kan aanvallen, omdat hij echt alleen de goede setups krijgt. Ja, dan worden ze heel lastig. En voor ieder team lastig. En er zit geen één plek in die echt zwakker is. Alles is op niveau. En dat maakt het dat wij ook daarom een mooie wedstrijd tegen ze kunnen spelen. Coron, ook een kampioenskandidaat? Ja, maar dat wisten wij al heel lang. Maar nu weet iedereen het. Dus dat is handig.